Korpot, op de nieuwjaarsreceptie van Excelsior. Ja, wat breng je hier? Is het altijd leuk om bij een oude club terug te komen? Ja, ik vind het heel leuk. Ik ben vorig jaar ook geweest. En ik kom natuurlijk een heleboel bekenden tegen vanuit mijn tijd nog. En ik ken ook heel veel mensen vanuit deze tijd. Dus dan is het altijd leuk om weer eventjes nieuwjaar te komen wensen. En kom je inderdaad daarvoor dan eventjes alleen nieuwjaars wensen? Of voor meerdere dingen? Voor wat netwerken hier en daar? Of? Nee, ik hoef niet te netwerken. Dat is niet voor mij meer bestemd. Ik vind het gewoon leuk. Ik vind het een mooie club. Heb ik altijd gevonden. Kijk, Sparta is de club natuurlijk waar ik opgegroeid ben. Maar ik heb hier ook 9 jaar gezeten. Dus ja, ik heb hier ook al een heel groot verleden. En zeggen ze dat ook wel eens? Van eigenlijk ben je Spartaan? Of hoor je dat gelukkig niet hier? Nee, ik heb er nog niemand over gehoord. Kijk, dat is heel simpel. Ik heb er 10 jaar gespeeld. Vanaf de jeugd tot en met het eerste. Maar ik heb hier 9 jaar gezeten. En ik heb net zoveel gevoelens ook van Excelsior. Dat heb ik altijd gehad. En dat zal ook zo blijven. En als je de nieuwjaarspeech van Ferry hoort. Wat voor indruk maakt de club op dit moment? Het lijkt in ieder geval alleen maar groter en groter te worden hier in Kralingen. Ik denk dat de ambitie van de club duidelijk is. Dat ze groter willen worden. En dat moeten ze ook worden. Anders haken ze af. En het is een eerste opzet naar 7.500 mensen. Ik zou nooit 7.500 zeggen. Ik zou altijd zeggen 7.500. Dat klinkt meer. Dat klinkt iets meer. Maar in ieder geval, dat is een mooie ambitie. En ze hebben een hoop sponsors. Dat doen ze hartstikke goed. Ze zitten inderdaad al 5 jaar in de Eredivisie. Dat doen ze ook geweldig. Dus wat dat betreft zijn alle ingrediënten aanwezig voor Excelsior. Om in de toekomst uit te pakken, zeg maar. Je bent voor ons natuurlijk ook analist. Dus bij deze Excelsior, ik moet natuurlijk ook een beetje naar beneden kijken. Hoe staan zij ervoor? Gaan zij het redden dit jaar, denk ik? Nou, ze krijgen natuurlijk nu Vitesse uit. Dat zal niet een hele makkelijke wedstrijd worden. En dan krijgen ze 3 cruciale wedstrijden. Fortuna Sittard, De Graafschap en Emmen. Ja, daar zullen ze toch puntjes 7 moeten halen. Dan maak je een goede kans om dat te ontlopen allemaal. Maar het wordt een hele klus. En als je Excelsior inschat vergeleken met die 3 ploegen, of in ieder geval daar onderin. Moeten zij dat dan redden met dit spelersmateriaal of is het niet gek als ze de play-offs in moeten? Ja, je ziet dat de Graafschap en Emmen vooral, die hebben zich versterkt. Fortuna is gewoon een goede ploeg. Die hoeven zich niet te versterken. Die zijn al eigenlijk al een vaste ploeg in de Eredivisie nu, hè, in middenmoot. Dus het zal een hele klus worden voor Excelsior om bij te blijven. En wat spelers erbij? Waar denkt u dan aan? Verdedigend, aanvallend? Ja, het is duidelijk dat verdedigend loopt het ook niet allemaal heel erg soepeltjes. Hè? Zoveel goals tegen. Maar dat heeft niet altijd met de verdediging te maken. Dat heeft ook met de voorste 2 of 3 te maken. Want daar begint het verdedigen. En misschien moet je ook daarnaar kijken. Ik vroeg ook aan VDA van misschien is huren ook een optie. Bijvoorbeeld weer bij Feyenoord. Hoe kijkt het tegenaan? Zou er een speler zijn in de top 3 of bij Feyenoord dus die bij Excelsior niet zou misstaan om die weinig speeltijd krijgt daar? Ik zou dat niet zo 1, 2, 3 durven te zeggen of er bij Feyenoord nou spelers zijn. Dus hebben ze zelf heel hard nodig volgens mij om een beetje bij te blijven. Dus ik zou het niet durven te zeggen of er nou iemand van Feyenoord is die geschikt zou zijn nu voor Excelsior.